Voeding en drank tijdens de slavernijperiode kan gebruikt worden om verschillende conclusies te trekken. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat de voeding op zee slecht was en dat die heeft bijgedragen aan het hoge sterftecijfer. Gezien het belang van voeding binnen onze geschiedenis, maar ook onze cultuur, heeft het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, IMWO, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, bijzondere aandacht hieraan besteed in het jubileumnummer van het tijdschrift His Her Story nummer 10. Tijdens de presentatie van het tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur zei Neerlandica Hilde Neus dat vergiftiging niet alleen gebruikt werd om de blanke meester uit te schakelen. Er zijn ook periodes geweest zelfs waarin vergiftiging bijvoorbeeld veel voorkwam. Ja? Dus het was altijd een op je tenen lopen van wat gaat er gebeuren. En die vergiftiging werd niet alleen gedaan door de slaven die hun meesters vergiftigden, maar ook elkaar vergiftigden ze ook, ja. En dat zijn lastige dingen om te bewijzen, dat begrijpt u ook. En als je het bewezen wil krijgen, zul je meestal het verhoor moeten afleggen met wat ze noemen tortuur, ja, marteling. Dat was toegestaan in die tijd en dat gebeurde dus ook. Tijdens de koloniale periode leek dronkenschap ook een veel voorkomend verschijnsel te zijn onder de blanken. Uit onderzoek dat verricht is voor de 10e editie van het tijdschrift His Her Story kwam naar voren dat er voornamelijk in de 17e eeuw bewijs is dat er heel veel alcohol geïmporteerd werd. Dit werd een groot probleem voor het gouvernement. Dat was een groot probleem natuurlijk, wat zelfs reflecteerde op bepaalde gezinnen. Ik heb verhalen gevonden van vrouwen die hun man aan gingen brengen bij het gouvernement, bij het hof dan, het hof van politieke en justitiële, die raden dus van het hof. En die vrouw zei dan, ja, hij stort ons in de armoede. Dus dan werd zo'n man ook uit de huwelijkse macht gezet en dan mocht die vrouw voortaan alles bepalen. Dus dat... Het was wel zo dus dat het hof, de overheid, dus de zwakkere beschermde. Goed, dronkenschap was dus een probleem. We hebben daar een heel mooie schilderij van. Dat hangt in de Dixiebar, een kopie ervan. En dat zijn Sea Captains Carousing in Suriname. En daarop zie je dus zeekapiteins in allerlei staten van dronkenschap. Bij de presentatie van de 10e editie was er behalve een lezing ook een food fair. Bezoekers konden vooral gerechten die een link hebben met de slavernij uitproberen.